dat plantaardige alternatieven nu in de supermarkt bijna overal goedkoper zijn dan vlees en zuivel. Dat Oxfam Novib en Pax voor Vrede en The Rights Forum hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat hebben gewonnen. En we moeten stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël, omdat het Hof oordeelt dat er een duidelijk risico bestaat dat Israël met die vliegtuigen ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht pleegt in de Gazastrook. En dat we deze podcast vorige week lanceerden en zoveel geweldige reacties kregen. Dankjewel iedereen voor het delen en het raten en het luisteren natuurlijk en het abonneren en alle mooie berichtjes. Het maakt echt heel veel uit en dat maakt het ook allemaal waard. En nou ja, ik vind het echt een grote eer. Dank jullie wel. Dit zijn een paar van de duurzame dingen die mij raakten deze week. Maar wat beweegt mijn gast als het over duurzamer leven gaat? Welkom bij Dit is een goede podcast voor een duurzamer leven. Wat goed dat je luistert. Mijn naam is Marieke IJskoot. Ik ben duurzame lifestyle-expert, spreker en presentator van events en op tv. En vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam bespreek ik elke week met een gast wat je tegenkomt als je duurzamer probeert te leven. Wat lukt? Wat niet? Wat houd je dan tegen? Waar ben je trots op? Waar schaam je je voor? En wat zijn je plannen? We delen tips, maar nemen ook onder de loep waarom we nou doen wat we doen. Zodat het anders kan, want ja, dat is nodig. En wel nu. Dus we gaan aan de bak met z'n allen, lieve luisteraars, samen met onze gast van vandaag. En dat is niemand minder dan Merel Westrik. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik vroeger nieuwslezer wilde worden. Oh ja? Ja, en misschien niet eigenlijk alleen vroeger zelfs. Dus dit is nogal een held van mij. Dit is gewoon zo. Ruim vijf jaar presenteerde ze het RTL Nieuws. En dat kwam niet uit het niks. Een groot talent bij AT5, daarna steengoed als host van dagelijkse programma's als Vandaag de Dag en 19:30 Live. Ze ging van RTL naar Talpa, presenteerde Ladies Night en is nu onafhankelijkmaker van onder andere de nogal geweldige podcast Gonzo. Ik kan hem niet goed genoeg aanraden. Ik heb echt gebinged de afgelopen dagen. Oh, wat leuk. Heb je geluisterd? Zo, ja, niet een beetje. Oh, wat goed. Maar echt. Echt genoten. Heel erg interessant. Het gaat over dat ene verhaal dat een journalist altijd is bijgebleven. Ja. Ook heel bijzonder. Ze maakt natuurfilms over de stad Amsterdam bijvoorbeeld. Ze houdt veel van beesten en haalt ze ook uit elkaar wel eens. Interviewde Jane Goodall en is een echt buitenmens. Kortom, er is heel erg veel waar ik met Merel Westrik over wil praten. Welkom. Ja, leuk Marieke. Wat goed dat je er bent. Mocht zijn in deze prachtige Hortus ook nog eens. Nou hè? Ja, geweldig. Het is spectaculair. Ja, het is te gek om hier te kunnen zijn. Echt heel mooi. Ja. Wist jij dat wij bij elkaar in de buurt zijn opgegroeid? Nee. Oh echt? Ja. Waar? In de Zaanstreek? In de Zaanstreek. Ik heb de eerste paar jaar van mijn leven in Zaandijk gewoond en daarna in Assendelft. Ach. Echt bij jou om de hoek? Ja, zo'n ik kom beetje. Uit Westzaan, mm-hmm. In de Zaanstreek. En ik heb op school gezeten in Zaandam. Dus we hadden zomaar... Zijn wij ook ongeveer even oud eigenlijk? Ongeveer, we schelen een paar jaar. Ik ben ietsje ouder dan jij. Op welke middelbare school zat jij? Ik zat op Rooswijk, oh, ja, in Zaandijk. Nee, ik zat op het Michau College dat, in Zaandam. Ja, maar dat is dan al. Ja, maar dat had zomaar gekund. We zijn dus in ieder geval een beetje uit dezelfde klei getrokken, wat dat betreft. Ja. In hetzelfde waterland, in elk geval opgegroeid. Ook met dezelfde voorliefde voor de weilanden dan, denk ik. Zeker, daar en voel ik weidevogels. Zeer in thuis, in zo'n omgeving. Altijd als ik dat zie, dan denk ik, ja, dit is het. Geweldig, dus je bent gewoon een zaankanter. Zeker. Nou, oh, mooi. Ja. Mooi. Ja, dus ik zie rietsigaren en grote wijdheid en veel water. En dat je soort hoort dingen. Grutto's en misschien een roerdomp. Mooi. Af en toe. Komt en daar ook... Wat jouw liefde voor de natuur die je echt wel hebt, komt die daar vandaan ook? Ik denk het wel. Want ik denk uiteindelijk dat je misschien toch wel het meest hecht aan het landschap van je jeugd. Als je een goede, gelukkige jeugd hebt gehad. Mm. En dat heb ik gehad. Ik ben echt opgegroeid. Ja, in de weilanden. Ik had een vriendinnetje. Mijn beste vriendinnetje woonde op een boerderij. En haar vader had koeien en schapen. En daar speelde ik altijd op woensdagmiddag. En in het voorjaar gingen we dan de weilanden in. En dan gingen we op zoek naar vogelnesten. Dus we gingen op zoek naar gruttonesten, kievitsnesten.
We gingen vissen in de slootjes langs het weiland. We gingen op zoek naar zonnedauw. Dat was een zeldzaam plantje wat dan daar leefde. Kikkerdril, kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja, kikkerdril uit de sloten vissen. En ook jonge haasjes zoeken en dan mee naar huis nemen. En dan, een woeste moeder van Maartje die dan zei... Dat beest kan niet in een konijnenhok terug het weiland op. En dan huilend terug met zo'n babyhaasje onder je arm. Het terugbrengen het weiland in. En dan heel hard hopen dat het niet klopte wat je had gehoord. Namelijk dat de moeder dan het kind dat zou verstoten. Herkende door de geur en zo. Ja. En we mochten de schapen van het land halen en de koeien van het land halen. Dat was echt dat was een waanzinnige jeugd. Dus ik denk wel dat mijn voorliefde voor... het landschap daar vandaan komt, maar ook mijn liefde voor de natuur. Als je één keer een kievietsnest of een kievietsei hebt zien opengaan en daar een baby kievit uit hebt zien komen, dan dat raakt je zo, dat blijft je zo bij, dat staat zo op je netvlies gegrift, dat raak je eigenlijk nooit meer kwijt. Heb je dat nu ook nog in je leven, dit soort natuur? Ja, in mindere mate. Ik ben het een tijdje kwijtgeraakt. En ik heb inmiddels een kind. En ik woon samen met Pepijn. En Pepijn heeft ook twee kinderen. Dus wij hebben een druk, vol huishouden. Dus de momenten dat ik buiten alleen in de natuur loop, zijn minder geworden. Maar ik heb nog steeds in het voorjaar dat ik denk, ik moet naar buiten. Er moeten vogelnesten gezocht worden. Ik wil veel veldleeuwerikken horen. Ja, dat blijft wel. Want woon je in de stad? Ik woon in de stad, maar wel echt aan de rand van de stad. Ja. Dus ik kijk uit op een vogelweidegebied, een van de laatste polders van Amsterdam. En toen we dat huis kochten, en dat is nog niet zo heel lang geleden, in het voorjaar hoorde je echt de grutto's aankomen. Ja, dat is goud. We hebben elkaar toen niet ontmoet. Nee. Net niet misschien. Nee. Later wel. Weet jij nog wanneer voor het eerst? Ja, het staat mij bij. Ik heb heel lang voor AT5 gewerkt, de Amsterdamse lokale nieuwszender. En het staat mij bij dat wij elkaar daar ontmoet hebben. Maar je moet mij wel een beetje helpen. Ja, ik denk dat het klopt. Wij kennen elkaar niet supergoed. Ik heb een aantal mensen in deze podcast mogen ontvangen die ik wel wat beter ken. Dat vind ik ook heel leuk. We gaan elkaar door dit gesprek beter leren kennen. Zin in. Ja. Maar het is niet zo dat wij elkaar nog nooit gesproken hebben. Sowieso de laatste tijd een paar keer. Maar ik denk dat het ongeveer 13, 14 jaar geleden is dat ik bij een organisatie werkte toen die de Schone Klerencampagne heet voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Ja, ik weet het. Jij was genomineerd voor Amsterdammer van het jaar. En ik deed dat voor AT5 die verkiezing van Amsterdammer van het jaar. En ik heb jou geïnterviewd dan waarschijnlijk. Ik denk dat dat ook zo is. Ja, zeker. Dus dat was in 2010, 2011. Toen was dat. Ja. En toen was ik inderdaad genomineerd als Amsterdammer van het jaar. En toen mocht ik bij AT5 komen. Maar jij was echt een van de voorlopers. Dat vind ik wel mooi. Want jij was genomineerd als Amsterdammer van het jaar. Maar jij was een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Want dat was echt een tijd dat het nog helemaal niet... Ja, in mijn hoofd, we hebben het over 2011. Ja. Dan stond dit in de kinderschoenen. Het hele duurzaamheidsidee... Dat was, De gesprekken daarover waren toen heel anders dan nu. Ja, dat toch? Is natuurlijk zo. Ja, absoluut. Ik zeg wel eens vaker, ik werkte bij een organisatie die de Schone Klerencampagne heet. Als je dat zei tegen mensen of dat ik daar ging werken, dan was een reactie wel, waarom ga je bij een stomerij werken? Je hebt aan de universiteit gestudeerd. Dat is een echt. En dat was niet eenmaal. Ik heb dit vaker verteld, maar dit is echt hoe het ging. En een goede illustratie, denk ik, van... dat het onderwerp nu op dit moment wel wat bekender is dan toen. Ja, dus nee, zeker. Dat is een heel andere wereld. Ik werk nu ruim 20 jaar in duurzaamheid. Het is niet te vergelijken. Er moet nog ongelooflijk veel gebeuren natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn we ook echt al een stuk verder, wat dat betreft. Ja, ja, geweldig. Ja. Dus ik vond het toen al, maar dat vond ik sowieso bij het maken van de Amsterdammer van het jaarverkiezing altijd. Er waren altijd mensen die voorop liepen. En mensen die hun nek uitstaken of heel stevig voor iets stonden. En veel deden altijd voor andere mensen ook vooral. Ja, jij was, vind ik wel te gek. Dat jij dat toen al was en nog steeds bent gebleven. Dus niet bent afgehaakt ergens. Nee. Afwege had ook nog zo makkelijk. Nee, zeker niet. Ik word eerder standvastiger hierover natuurlijk. Ja, en activistischer ook. Ja, ook. En dat is natuurlijk bijzonder dat in deze tijd geaccepteerder is dan dat het toen was ook. Ja. Nu activist zijn klinkt
minder heftig misschien en ook minder zeldzaam dan 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ja. Ja, nu staan er best veel mensen bij demo's bijvoorbeeld of spreken zich uit. Ja, dat vind ik wel een heel bijzonder iets van deze tijd. Dat activist zijn of activistisch zijn misschien minder extreem klinkt. En als iets wat misschien nodig is. Iedereen doet dat op zijn eigen manier natuurlijk. Ja. Ik denk dat dat ook zo is. Ja. Dat je het beter kunt invullen. Zou jij jezelf activistisch noemen? Oh, nee. Eigenlijk niet. Ja, nee. Het is echt... Nee, soms denk ik wel eens... Kom op, Westrik. Er mag best wel wat meer uitgesprokenheid achter je zitten. Nee, ik hou het voor mezelf altijd een beetje klein. Ik probeer echt onwijs mijn best te doen met al die dingen. En ik probeer echt ook echt duurzaam te leven. En echt ontzettend echt op te letten. En met bijvoorbeeld natuurfilms maken hoop ik mensen iets te laten zien van hoe mooi die natuur is en hoe je ervan kan genieten. En dat ik hoop heel erg dat door te laten zien hoe mooi het is en hoe je daarvan kan genieten, dat mensen het willen koesteren en willen beschermen. Maar ik ben niet zo activistisch dat ik bijvoorbeeld op een snelweg zou gaan staan om de boel te blokkeren. Dat zou ik niet zo snel doen. Daar ben ik een beetje, ik weet niet, misschien een beetje te laf voor of zo. Terwijl ik wel vind dat er grote stappen gemaakt moeten worden. Ik vind wel dat er veel moet gebeuren. Maar ik ben meer een beetje van de zachte hand. Mm-hmm. En bang voor het conflict misschien ook wel een beetje. Ik ook wel hoor. Natuurlijk. Ik heb laatst Jane Goodall geïnterviewd. Ja. En die is daar ook een beetje van. Die zegt dat je moet mensen laten zien wat er wel goed gaat. En waar er hoop in zit. En je moet mensen niet vertellen wat ze moeten doen. Mm-hmm. Je moet ze proberen te raken. En dat is nou, niet om mezelf te vergelijken met Jane Goodall. Hou op, dat zou ik echt niet durven. Ja. Echt by far niet. Maar dat voel ik ook meer. Maar het kan op meerdere vlakken, denk precies. Ik altijd. Dus ik denk dat je op veel verschillende manieren activistisch kunt zijn. Ik denk dat op een snelweg zitten een heel belangrijke vorm daarvan is. Maar niet de enige. Ja. Er echt voor gaan staan. Ja. En er echt voor kiezen om te proberen te doen wat je kan om het te beschermen. Ja. En dan dus ook wat je kan. Dus ja. Niet per se perfect, maar wat jij kan. Ja. Dat is het voor mij. Ja. En we hebben dat allemaal nodig. Zowel de harde hand als het raken en het gevoel. Dat hele palet heb je nodig in verandering. Dat denk ik ook. Ja, en dan bengel ik misschien een beetje onderaan. Maar nou, daarvoor zometeen zit ik, niet daarvoor meer. Zit ik ook nu bij jou om zeggen, een beetje van jou te leren. Niet meer. Ja. Kom op, ja. Dit doet me denken aan een luisteraarsvraag die ik voor jou heb gekregen. En dat vond ik heel fijn, want ik had deze vraag zelf ook. Ik vroeg me ook af hoe het werk dat jij gedaan hebt impact heeft gehad op hoe jij bezig bent met datgene wat er in de wereld allemaal speelt en jouw rol daarin. Hier is een vraag van Rico. Hey Merel, ik ben Rico en ik heb een vraag. Toen jij nog het nieuws presenteerde en je met de regelmaat van de klok ellende moest brengen rond klimaat, rond vluchtelingen. Hoe heeft het jou veranderd? Heeft het jou meer betrokken gemaakt? Heeft het je meer gemotiveerd om iets bij te dragen? Dat je de noodzaken meer van inzag? Of juist het tegenovergestelde? Ja, ik heb bijna 6 jaar lang het RTL Nieuws gedaan. En als je het wereldnieuws voorleest, bijna dagelijks, dat stemt je natuurlijk niet vrolijk. Er is zoveel ellende op de wereld. En het nieuws is ook nog eens altijd de uitzondering. En vaak de negatieve uitzondering. Dus je laat toch vooral zien wat er niet goed gaat op de wereld. En waar er conflict is. En waar er strijd is. En waar er oneenigheid is. En waar er ellende is. Of waar er rampspoed is. Dat heeft me bij vlagen verdrietig gemaakt. Dat zeker. Maar het heeft me ook iets gegeven, namelijk dat ik me nog veel bewuster ben van de bevoorrechte positie waarin we hier leven in Nederland. Wat we hier hebben en hoe we hier voorloper kunnen zijn in allemaal ontwikkelingen die in andere delen van de wereld nog niet kunnen. Dus als wij het hier hebben over een energietransitie bijvoorbeeld, of als we het hier hebben over elektrisch rijden en zonnepanelen, protest tegen windmolens en zo, dan denk ik vaak alleen, gewoon wat fantastisch dat wij hier die enorme windmolens kunnen bouwen, neer kunnen zetten, kunnen testen en misschien wel over de hele wereld uiteindelijk kunnen uitvouwen. Dat we hier die zonnepanelen, weet je wel, op onze daken. Het is natuurlijk een heel raar land eigenlijk om massaal zonnepanelen op ons daken te leggen met die 4 seizoenen van ons. Maar wat fantastisch dat we daar misschien technisch in voorop kunnen lopen en dat die innovatie die we hier hebben en die kennis en kunde,
Net zoals dat wij hier heel veel kennis en kunde op het gebied van water hebben, van stijgend water. Weet je wel, onze delta werken, wat Rijkswaterstaat hier in Nederland allemaal doet en ontwikkelt. Dat is toonaangevend voor de hele wereld. Dus het heeft me bij vlaag te neergeslagen gemaakt. Maar het heeft me ook een inzicht gegeven in hoe geweldig we het hier voor elkaar hebben. En hoeveel we hier kunnen doen wat op de rest van de wereld ook weer verspreid kan worden. Snap je wat ik bedoel? Zeker. En voor jezelf? Want die bevoorrechte positie die geldt natuurlijk inderdaad voor ons als land. Maar ook voor ons als mens, als individu. Ja, ik ben in de bevoorrechte positie geweest dat ik altijd werk heb gehad, allereerst. Dat ik een aardig salaris heb mogen verdienen. Dus dat ik me heel veel dingen kan veroorloven. Ja, die ik ook belangrijk vind. En ik snap dat ik daarvoor wel een beetje aan de gelukkige kant van de wereld woon. Maar ik bedoel, mijn vriend rijdt in een elektrische auto van RTL Nieuws. Ja, wij rijden dan elektrisch. En dat is onbetaalbaar voor heel veel mensen. Maar ik ben heel blij dat wij dat mogen doen en dat kan. Als er bij ons vlees gegeten wordt, wat we proberen zo min mogelijk te doen. En dan kan ik het me veroorloven om biologisch vlees te kopen. Ja, ik ben me nog bewuster daarin van de keuzes die ik maak. En ik snap misschien ook wel door al dat nieuws, omdat ik het altijd heb voorgelezen, hoeveel impact dingen hebben. Dus weet je wat jij zegt over die schone klerencampagne waar we mee begonnen? Ik weet, ik ben geïnformeerd, ik weet wat het betekent als je je kleren de hele tijd bij de Zara koopt. En probeer het dan ook niet te doen. Ja. Dan ga ik naar Vinted. Dan ga ik naar Rookie de Recycle Kit. En dan loopt mijn 2,5-jarige weer afgedragen trui. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nee. Maar ik ben me daardoor wel meer bewust van, denk ik, van dingen. Ja, en dus ook van de verantwoordelijkheid die je zelf ook nemen. Ja, en soms denk ik ook wel, is het ook een luxe om goed geïnformeerd te zijn. Weet je? Dat vind ik soms ook wel eens een ding over. Ja, ik heb geen twee banen waar ik iedere dag naartoe moet vliegen om als alleenstaande moeder mijn kind te onderhouden. Weet je? Dus ik heb de tijd om naar het nieuws te kijken en dat allemaal tot me te nemen. Want ik hoef niet te overleven. Ik kan gewoon leven in een bevoorrecht leven. Ja. Dat vind ik soms nog wel eens lastig. Ik denk van ja, het is wel echt voor de bevoorrechten een beetje. Voel ik me soms wel een beetje. Nou ja, het is dus ook aan ons dan om te knallen. Ja, en om het goede voorbeeld te geven. Ja. Ja, we kunnen het niet verwachten van mensen die het een stuk minder getroffen hebben dan wij. Wij moeten het doen, denk ik dan. We beginnen elke aflevering met de worsteling van de week. Ja. Iets wat je helemaal niet duurzaam deed, of iets wat je heel duurzaam deed, maar helemaal niet leuk vond. Ja. Jij eerst. Ik ga ook, hoor. Ja, mijn worsteling van de week is toch echt. Mijn worsteling van de week is niet alleen een worsteling van de week, maar het is een worsteling eigenlijk van alle weken. En dat is toch dat. Probeer zoveel mogelijk vegetarisch te koken, ook voor de kinderen. En daar doe ik echt mijn best voor. Maar die lopen natuurlijk ook heel vaak de miesmuizen met wat ze niet lusten. Aan stukjes en dingetjes. En die leggen ze dan apart. En dat is allemaal natuurlijk verschrikkelijk. En dus is één iets wat ze heel goed en lekker vinden. Dat is dan zo'n hele makkelijke pasta saus van Brand en Levi. Met worst erin. En die gooi je in een spaghettipan. En ben je eigenlijk in 10 minuten ben je klaar met koken. En dan eet iedereen helemaal zijn bord leeg. En zit te smikkelen en te smullen. En dan is er vrede op aarde. Is er vrede op aarde. Al die kinderen zijn blij. Niemand zit te zeuren tijdens het eten. Ze hebben allemaal alles open. En ze gaan met goed gevulde buiken gaan ze in bad of meteen naar bed. Ja, dat is een worsteling. Vind ik echt een enorme worsteling. Want ik wil het eigenlijk wil ik dan geen vlees. Ik wil eigenlijk gewoon dat het normaal is dat we geen vlees eten. Maar een paar weken geleden ook. Dan sta ik in één keer toch met zo'n blik knakworstjes. En dan met die broodjes. En dan is iedereen zo blij. Dan zie ik alleen maar die varkens vormen op de snelweg in zo'n wagen. Dan denk ik, ik wil dit helemaal niet. Nee. Maar ze proeven het verschil dus ook echt. Jij hebt fijnproevers in huis. Ja. Want je kan mij foppen. Nou, ik heb schoonouders uit Brabant bijvoorbeeld. En die komen dan met worstenbroodjes aan uit Brabant. En die nemen dan vegetarische worstenbroodjes mee. En gewone worstenbroodjes, daar gaan we al. Die vegetarische worstenbroodjes zijn natuurlijk eigenlijk gewone worstenbroodjes moeten zijn. Maar die nemen dan worstenbroodjes met varkensvlees mee. En nemen dan vegetarische worstenbroodjes mee. Ja, en die komen dan op tafel. En dan gaan die kinderen, die pakken gewoon, die nemen één hap van zo'n vegetarisch worstenbroodje. En die gaan dan meteen naar die varkensvlees worstenbroodjes. Ja, leg mij het maar uit. Het is vet, het is zout, het smaakt dan
gewoon, ja, het smaakt dan beter voor die kinderen. Ja, ik vind dat een worsteling. Dat is een echte worsteling, inderdaad. Ja, letterlijk. Figuurlijk. Ja, ik snap dat heel goed. Ik zei net wel, je kan mij foppen, maar ik heb al geen vlees meer gegeten sinds ik 10 of 11 was. Dus ik zou het ook niet meer zo goed weten. Ik vind het soms akelig dicht lijken, alternatieven. Maar dat kan natuurlijk echt omdat ik er misschien uit ben, wat dat betreft. Ja, ik kan me dit supergoed voorstellen. Ik zou het ook heel moeilijk vinden om ja, dode dieren dan aan te bieden aan je kinderen. Dat snap ik heel goed. Ja, dat je nu zegt, is het ook echt verschrikkelijk. Dat was niet de bedoeling. Nee, maar je hebt gelijk. Dat is niet wat ik wilde. Nee, maar dit is zo goed, want dit is precies wat het is. Je biedt dode dieren aan je kinderen. Ja, maar Marieke, ja. Zo is het. Want het is natuurlijk ook zo dat als ieder kind ook maar 1 keer in zijn leven... Kijk, het is zo raar. Je groeit op als kind, je houdt van dieren, ja. Je knuffelt ze rot. Je eerste dieren, het is een teddybeer, het is een knuffelschildpad, het is een knuffelvarkentje, het is alles. Konijntje. Ja. En dan toch heb je dat vlees eten en dan zijn er sommige kinderen die meteen zeggen, ik wil geen dode dieren eten. Sommige kinderen vragen zich dat nooit af of hebben ouders waar dat nooit speelt. En het is zo, als je 1 keer in je leven in een slachthuis bent geweest, of je hebt 1 keer in je leven meegereden in zo'n wagen vol met van die kippen of vol met van die varkens. Dat is verschrikkelijk. Het is leed, het is pijn, het is dood. Dat is precies wat het is. Dus je geeft dode dieren aan je kinderen. Ik ben het totaal met je eens. Het is bij mij zo gegaan, inderdaad. Ja. Ik zag varkenstransport toen ik klein was. Ja. En ik dacht echt, dit is totaal niet... Nee... Dat toast gegaan, ja. Ja, ik denk ook meteen, waarom heb je mij hier uitgenodigd? Want als het over duurzaamheid gaat, ik heb echt alleen maar worsteling. Ik maak alleen maar ook fouten. Want ik denk nu ook weer, ja, zo'n blik pasta saus, allemaal leuk en aardig. Dat iedereen al zijn buik vol heeft. Maar doe even wat meer je best om dat gewoon met vegetarisch gehakt een beetje smaakvol te krijgen. Ja, dus het is ook weer goed voor mij om hier wel te zitten. Maar daarom heb ik je uitgenodigd. Niet om je dat moment te laten ervaren, alhoewel ik het fijn vind als het gebeurt. Maar omdat ik denk dat dit voor mij en voor heel veel mensen natuurlijk geldt. Ja. Dit is hoe we kunnen gaan nadenken en stappen kunnen gaan zetten over het anders doen en het beter maken met z'n allen. En het moet ook echt. Want het is natuurlijk ook, laten we wel zijn, als je naar de getallen kijkt, het is verschrikkelijk. We zijn met, wat is het, meer dan 8 miljard mensen inmiddels op de wereld. 96% van alle levende dieren zijn wij. Zijn wij, mensen, 96%. Die overige 4% is nog dier. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, en dan bij die 96% zit dan ook nog het vee wat we dan eten. En het kan natuurlijk gewoon allemaal niet. Het kan allemaal niet. En het is ook niet houdbaar. Het slaat helemaal nergens meer op. Nee, dat weet ik ook. Ik zal hier wat over in de show notes zetten. Als je het interessant vindt om hier meer over te lezen, over deze cijfers. Dat zijn interessante onderzoeken qua wat er voor als je luistert en je denkt, hey, dat is een interessant feitje. Ja, wat zit die Westing nou met die rare cijfers allemaal te zeggen? Jij hebt de goede cijfers altijd, ja. Ik heb een boek gemaakt voor kinderen en ook voor ouders die worstelen met de vragen van kinderen of met hoe je nou over dit soort onderwerpen met kinderen praat. Het heet Dit is een goed gidsje voor een betere wereld. Met allemaal quizjes en opdrachten en feitjes en vragen die ze kunnen stellen en dat soort dingen. Omdat ik vaak de vraag krijg, hoe kan ik dit soort onderwerpen met mijn kinderen bespreken? En het ook op zo'n manier inzichtelijk maken dat het voor hen in hun wereld past. En ze er niet bijvoorbeeld ook heel angstig van worden. Maar staat er dan bijvoorbeeld in, het klinkt misschien heel gek, maar kijk, die hele vleesindustrie bijvoorbeeld is natuurlijk best wel onzichtbaar. Mm-hmm. Het voltrekt zich... Die hele gang van een varken, van een koe naar een slachthuis en wat daar gebeurt. En je vindt het alleen maar een soort keurig verpakt in de winkel. In plastic, netjes schoongemaakt. Ja, exact. Maar wat adviseer je daarin? Moet je kinderen gewoon de naakte waarheid laten zien? Het ligt natuurlijk helemaal aan je kind wat dat betreft. En sommige kinderen kunnen dat goed aan en die hebben daar wat aan. Maar het is de werkelijkheid. En anderen niet. Het kan natuurlijk zeker wel helpen om dit wel eerlijk te zeggen. Op een manier, en ik heb dan natuurlijk goed gekeken naar wat bijvoorbeeld Klokhuis en Jeugdjournaal en dat soort media doen, hoe zij dat aanpakken, in wat voor soort taal, op wat voor soort manier. Dat vond ik zelf een heel belangrijke en betrouwbare bron. Zij zitten daar natuurlijk heel erg op.
Dus ja, ik vertel in dat boek wel over die reis. Die een dier aflegt, ja. En mijn vriend heeft notabene bij het jeugdjournaal gevraagd. Ja, gewerkt. Ik heb hem dit toch nooit gevraagd. Nou, ga bij ik deze, het ook eens thuis Pepijn, nog ja. eens over hebben. Heel goed. Ook ik worstel natuurlijk echt nog wel met van alles en nog wat. Dus ik denk... Maar dus niet meer met vlees? Nee, maar... Dat wel, wel? Nee, nou, bijvoorbeeld in dit geval met mijn kledingkast deze week. Die moet ik namelijk echt opruimen. Het is een zooi, gewoon, op dit moment. En als ik het drukker krijg, dan wordt dat erger. Ik heb sowieso de neiging om redelijk vaak ongeveer dezelfde kleren aan te trekken. Ik roteer maar een paar outfits. Ook omdat het dan fijn is dat je er niet zo over hoeft na te denken. Maar ook omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat je niet constant in andere outfits hoeft te lopen om erbij te horen of belangrijk te zijn of... impact te maken of ertoe te doen of zo. Ik ben een account gestart een tijd geleden op Instagram. This is a good closet. Waarin ik spullen verkoop. Ook vaak gaat de opbrengst naar een goed doel bijvoorbeeld. Daar is ook nog best wat aanbod. Kijk er vooral op. Maar als je me dit hoort zeggen, dan mag je me eraan herinneren dat ik mijn kast moet opruimen. En daar weer wat meer moet opzetten. Omdat dat is iets waar ik steeds meer in groei ook en naartoe groei. Dat ik echt, echt weinig nodig heb. Ja, je hebt ook heel weinig nodig. Je hebt echt heel weinig nodig. Ik ook. Ik zag bij jou dat je op Vinted schoenen hebt staan. Ja. Klopt dat? Ja. Nu staan er alleen nog schoenen op. Maar ik heb hiervoor ook al mijn pakken die ik had van al die uitzendingen van Ladies Night. Maar ook van het RTL Nieuws. Ik had echt heel veel pakken. Heb ik er ook allemaal opgezet. Ook allemaal weg ermee. Maar dat waren heel veel pakken. Maar die heb ik wel heel erg... gerecycled. In die zin, ik droeg niet voor iedere uitzending een nieuw pak. Nee, dat vroeg ik me af. Hoe ga jij om met kleding in beeld? Toen ik RTL Nieuws deed, had ik een standaard serie pakken. En die rouleerde ik door. Daar kwam natuurlijk af en toe wel wat nieuws bij. Ja, dat waren echt van die mannenpakken. Ja, mannenpakken. Mensenpakken? Heel goed, mensenpakken. Maar mensenpakken, op maat gemaakte mensenpakken. Op maat gemaakte mooie pakken. Op maat gemaakte mooie pakken. Die ik meerdere keren droeg. Tot het op een gegeven moment echt een zwart pak of een donkergrijs pak. Wat dan in het voorjaar vond ik dan niet meer kon. En dan kwam er een licht pak. En die nam ik ook mee naar Ladies Night. Maar daar kwamen ook natuurlijk nieuwe pakken bij. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment echt... had ik dus heel veel pakken... bijna een beetje schaamtelijk veel kleding had ik eigenlijk. Waarbij ook een deel op zolder stond bij mijn moeder. Ja, dat vond ik echt. Dat was een soort ballast op een gegeven moment ook in mijn leven. Zeker toen ik ermee gestopt was. Dan heb ik alles op Vinted gegooid. En nu, kijk, ik koop bijna nooit... Privé koop ik eigenlijk bijna nooit iets nieuws. Ik heb denk ik 15 jaar geleden mijn kleding gekocht die ik nu nog steeds draag. Mijn schoenmaat, dat is het enige nadeel. En vervelende. Na mijn zwangerschap zijn mijn voeten een maat groter geworden. Dus ik moest echt wel van heel veel schoenen af die ik had. En het was ook een guilty pleasure van mij vroeger om schoenen te kopen. Oh, het is ook allemaal helemaal niet duurzaam. Ik heb echt een periode gehad dat ik echt veel schoenen kocht. Als je niet aan het kijken bent, middel zit echt met de handen voor. Ja, ik heb natuurlijk gewoon best wel veel dingen ook heel lang gedaan die niet zo duurzaam waren. Zit ik tegenover jou, vind ik dat toch wel weer heel confronterend. Dat ik denk, ik had echt veel schoenen. Ja, die zijn inmiddels wel bijna allemaal weg. En ik koop... Maar je kan leren en ontwikkelen en andere keuzes gaan maken. Dat is toch juist alleen maar goed? Ja, dat is ook heel goed. Dat is ook heel goed. Ik doe nu heel veel op Vinted koop ik dingen. Ik koop heel veel. Heel veel? Af en toe iets. Oh ja. Nee, ik maak nu nee, af en toe iets. Ik zit je te gaan. Ik koop af en toe iets op Vinted. En ik ga voor die kinderen echt naar de tweedehands winkels. Ja. En daar breng ik ook weer nieuwe dingen in als ze eruit gegroeid zijn. Ik rouleer met mijn zussen kleding. En ik probeer zo min mogelijk te kopen. Ja. Maar wel weer ook na een periode waarin ik toch ook best wel... Ja. Het is een beetje een golfbeweging ook geweest, blijkbaar. Ja, maar voor mijn gevoel straks niet meer. Nee, zeker na dit gesprek. Ik denk dat je op deze... Ik voel dat je heel lekker steady op deze golf zit. Ik voel het. We bespreken elke aflevering een paar vaste, wat meer persoonlijke, duurzame vragen. Die heb ik je ook van tevoren heel even laten weten.
positief beginnen, want we zitten lekker op die golf. Je duurzame duw, Engels woord, iets wat je heel fijn vindt, waar je blij van wordt op z'n duurzaams. Waar ik heel blij van ben, is dat ik heb het plastic verbannen uit mijn badkamer. Dus ik doe nu alles met zeepjes. Wat heerlijk. Verpakkingsvrij ga jij. Verpakkingsvrij. Ja, omdat ik dacht, op een gegeven moment zag ik zo in de winkels, ben ik zo die opmars van die zeepjes. En toen dacht ik, ooit, er was een moment in mijn leven dat ik fan was van de Body Shop. Dat was, ben ik toen weer een beetje van afgegaan of zo. En ineens dacht ik, joh, er is een hele opmars van zeepjes in allerlei shampoo zeepjes, conditioner zeepjes, waszeepjes. Toen dacht ik, nou, dat ga ik doen. En daar word ik heel blij van. Ik vind ze soms wel een beetje plakkerig en kleverig soms in mijn douchekabinetje. Maar dat heb ik er graag voor over, voor het feit dat er geen plastic meer in mijn badkamer staat. En dat ik dus verpakkingsvrij ben gegaan. Te gek? Ja, lekker hè, Marieke? Ja, je bent geen examen aan het doen of zo. Nee, nee. Echt niet. Beloofd. Nee. Ik vind het alleen maar leuk. Het is ook ik geef goed. Graag mijn flaws toe. Mijn slechte punten. Leuker dan jezelf een beetje lopen buurten. Dat plakkerige, dat voel ik ook wel. Ik omarm dat plakkerige een beetje. Dat denk ik eigenlijk gewoon heel lekker. Ja, zo kun je het ook denken. Maar soms ligt er wel, soms is er wel zo'n zeepje. En dat ligt dan half zo te smelten in zo'n houdertje. Dan denk ik wel. Ja. Maar het werkt wel. Maar goed, ja, je kan het nog steeds prima in je haar smeren. Of, ja, exact. Ja, het werkt wel. Ja. Heel goed. Een heel goede tip ook. Omdat het niet alleen is op dat moment dat je plastic verbandt uit je badkamer. Maar bijvoorbeeld ook heel veel water. Hè? Dus als je zo'n fles hebt met shampoo of douchegel. Dat is 70-80% water eigenlijk. Dus heb je nog veel meer plastic voor nodig dan de werkzame stof is. Moet ook allemaal vervoerd worden. Kosten heel veel CO2-uitstoot, brandstof, verpakkingsmateriaal. Ja. Eigenlijk is het effect daarvan nog veel groter dan alleen maar de verpakking zelf. Ja. Dus gewoon nog even een extra waarom dat zo gaaf is. Gewoon. Ja, top. Dus top, ja. Vaak doe je er ook langer mee, omdat het veel geconcentreerder is. Het is misschien wel iets duurder om te kopen, maar... Maar ik ben sowieso wel fan van al dat soort nieuwe, ook een beetje van die nieuwe dingen. Je hebt tegenwoordig ook van die koutabletjes. Tandpasta. Ja, dan weet jij natuurlijk of dat echt goed is of niet. Maar die bestelt mijn vriend dan. Ja. Nou, dat vind ik best vergaand. En ze zit een beetje toch op een pepermuntje te kauwen en dan poets je het op. Maar het kan prima. Dat kan. Aan de andere kant van een duw staat natuurlijk een don't. Is er iets wat je iemand niet zou aanraden? Of een dilemma wat je hebt? Of iets waarvan je denkt, nou, ik wil het wel, lukt niet. Of nee, dit is het gewoon niet voor mij. Ja, ik vind niet vliegen vind ik echt moeilijk. Mm-mm. Dat vind ik dat vind ik heel moeilijk. Want ik weet hoe slecht het is. Ik weet hoeveel CO2 het uitstoot. Ja, ik weet hoe schadelijk het is. En toch vind ik reizen een van de mooiste dingen die er is. Omdat het je blik op de wereld zo verandert. Omdat het je zo ook zoveel zicht geeft op je eigen bestaan. Die vergelijking. En omdat de wereld, de hele planeet zo prachtig is. Er zijn zoveel prachtige landen, prachtige culturen, prachtige omgevingen. Zoveel natuur schoon in andere landen waar je... Ja, wat zo bijzonder is om te bezoeken. Het verrijkt je ook zo. Dat ik het heel moeilijk vind om niet toch af en toe een vliegtuig te nemen. Ja, dat vind ik dat ik hoop echt serieus dat in mijn leven elektrisch vliegen nog wordt uitgevonden. En ik hoop ook echt dat daarin geïnvesteerd gaat worden. Dat we dat soort vliegtuigen gaan krijgen. Want dat zou wonderschoon zijn. En ik gun het namelijk ook. Want ik snap ook dat al die mensen op reis willen. En ik gun het ook iedereen. Ik gun het iedereen om een keer Rome te zien. Ik gun het iedereen om een keer rond te lopen in India. Echt iedereen. Dus ik snap ook dat iedereen het vliegtuig ingaat. Maar het is natuurlijk niet te doen als iedereen dat wil. Nee, die hoeveelheid mensen die je net beschrijft allemaal in een vliegtuig. Dat is natuurlijk de verschrikkelijke tegenstelling van reizen. Dat als je dat wel allemaal gaat bekijken, dat je het daarmee kapot maakt. Ja, en hoe welvarender iedereen wordt, hoe meer mensen die vliegtuigen ingaan. En er zijn allerlei opkomende economieën waarin mensen ook allemaal willen reizen. Dan denk ik, ja, dat snap ik. Ja, wij hebben er niet meer recht op dan iemand anders. Nee, exact. Dat vind ik wel een worsteling. Ik voel me er ook slecht over. Ik merk ook dat als ik in een vliegtuig ben gestapt, dat ik dat eigenlijk liever niet... Ik ben niet een trotse poster je van kijk op eens, Instagram, kijk eens waar ik lekker ben. Nee. Dat zegt vaak veel hè, over hoe je erover voelt.
dat je je een beetje ervoor schaamt. Mm. Ja. Maar hoe doe jij dat? Ja, dus niet zoveel. Nee, want hoe vaak heb je gevlogen, denk je, in het afgelopen jaar bijvoorbeeld? Of de afgelopen jaren? Heel weinig. Ja, het afgelopen jaar toevallig heel weinig. Ook om, ik denk dat ik afgelopen jaar 1 keer heb gevlogen. Mm. Dus dat is een stuk minder dan dat je eerst deed of zou willen doen. Ja, het jaar ervoor en voor werk heb ik ook echt wel vaak gevlogen. Het is ook al een jaar geweest dat ik gewoon 9 keer in een vliegtuig zat. Ja, dat vind ik veel. Vind ik voor mij doen echt veel. Ja. Ja. Dus dat vind ik een dilemma. Ja. Dat is iets waar je je slecht bij voelt, maar waarvan je hoopt dat het nog een keer gaat veranderen. Ik ben in de afgelopen jaren 1 keer naar Australië gevlogen. Maar dan wel meteen voor 3 maanden. Ik vind het moeilijk om het voor kort te doen. Ja. En inderdaad, andere plekken zien, van andere culturen leren, mooie natuur ervaren. Anders dan de weilanden die ook zo prachtig zijn hier. Ja. Is enorm verrijkend. Ja. Absoluut. Er zijn nog wel een aantal plekken die ik heel graag zou willen zien. Maar inderdaad, ik kan me ook nu niet voorstellen dat ik dat elk jaar zou doen, bijvoorbeeld vliegen. Of zelfs elke paar jaar. Gewoon inderdaad omdat ik dat plezier er op een andere manier niet meer aan beleef. Nee. Of zo. Ja. Ja, dus wij zijn de afgelopen tijd met de trein op vakantie geweest. Ja. Prachtige treinreizen gemaakt. Echt de mooiste dingen gezien. We zijn door Schotland gereisd met de trein. Geweldig. Maar echt. Ja, dat moet ik ook. Dat wil ik ook graag kennen. Ik heb nog nooit echt een grote treinreis gemaakt. Maar lijkt me te gek. Maar je hebt natuurlijk langer nodig. Meer tijd nodig om ergens te komen. Dus de reis aan zich wordt meer dan een onderdeel van de vakantie. Ja. Ja. Ja, nee, dat gaat op mijn lijstje. To do. Duurzaamheids to do lijstje. Nee, maar ook gewoon fantastisch om natuurlijk een keer mee te maken, zo'n treinreis. Zeker. Ja. Duurzame drive, hebben wij het ook altijd over. Is er iets dat iemand ooit tegen jou gezegd heeft? Iets wat je ergens gehoord hebt, gelezen, wat jou heeft veranderd op het gebied van duurzamer leven, waardoor je er misschien meer mee aan de slag bent gaan of er echt meer bij bent gaan voelen? Nou, een van mijn grote helden is Sir David Attenborough, die al die prachtige natuurdocumentaires gemaakt heeft voor de BBC. En in Planet Earth heeft hij op een gegeven moment ook een prachtig beginshot gemaakt waarin je de aarde ziet vanuit de ruimte. En daarin krijg je nog eens te meer het besef. Dan zoomt hij zo uit, dan zie je zo die aarde en hij zoomt zo uit. En hij vertelt over de groei van de wereldbevolking. En dan krijg je nog zo heel veel meer het besef dat er maar 1 aarde is en maar 1 planeet is. In dat hele gekke, bizarre sterrenstelsel van ons. Waar dan ook nog een zon omheen gaat en een maan en al die andere planeten. En dan zitten we ook nog eens in de ruimte, een soort oneindig groot met die zwarte gaten en andere biljoenen sterrenstelsels. Ja, dat is mind-boggling. Maar in dat enorme zwarte ruimte, zonnestelsels, galaxies, allemaal, zijn wij daar die ene kleine, minuscule planeet waarop betekenisvol leven is, waarin wij rondlopen, wezens die kunnen nadenken. En wij delen dan die planeet met al die waanzinnige soorten, al die waanzinnige dieren in al hun verschijningsvormen. Ik vind het ook altijd heel interessant om te zien hoe mensen zichzelf dan zo verheffen boven al die andere levende wezens die er zijn. Want dat is natuurlijk onzin. Zij waren er eerst, toen kwamen wij. Zij waren er al veel langer. En ze zorgen er ook een stuk beter voor. Exact. Ja, ja, want zij laten geen afval na. Ze hebben nul imprint. En dan, het is toch iets wonderlijks gebeurd ooit in de geschiedenis, dat wij ons als mens zo zijn gaan verheffen boven al die andere levende soorten. Want we staan op gelijk niveau. We delen deze planeet met al die andere levende wezens. En we staan op gelijke schaal. Het is onze familie. We zijn alles wat ademt en leeft en zoogt en doet en zich voortplant. Ja, dat is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen wij kunnen nadenken en handelen en behouden en vernietigen ook. En ja, want soms doen we niet per se alsof we nadenken. Want als je dit zo mooi schetst, het toeval dat dit allemaal gebeurd is, is natuurlijk ongelooflijk. Ik zie het heel erg vormen. Wat je dat blauwe kleine knikkertje waar we dan in die zitten. Onmetelijke ruimte. Ja, dat nietige. Dat nietige ervan. En er moet zoveel tegelijkertijd de goede kant op staan
dat dit gebeurd is, dat blijkt ook wel. Want we hebben nog geen andere plek kunnen vinden waar dit gebeurt. Dus dat is echt super mega uniek. En dan kunnen wij nadenken en dan zijn we hard op weg naar... Nou ja, dus best veel soorten al natuurlijk. Ja, naar het vernietigen van zoveel moois. Het vernietigen van zoveel soorten. En het zo veel meer onleefbaarder voor onszelf maken. Mm-hmm. Ook nog eens, ja. En het is niet in ons eigen voordeel. Nee, want die planeet... Kijk, luister, ik denk ook altijd... Sommige mensen zeggen we moeten de planeet redden. Nee, we hoeven de planeet echt niet te redden, hoor. Die planeet... Kan die zelf beter zonder ons? Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk in de verschrikkelijke mogelijkheid... dat we soorten kunnen doen laten verdwijnen. Dat we steeds meer leefgebied van ze afpakken. Dat we steeds meer... Amazone, regenwoud, kappen. We zijn natuurlijk in een verschrikkelijke positie dat we dat allemaal kunnen vernietigen. Maar uiteindelijk wordt die planeet zo onleefbaar dat het voor de mensen, die ook natuur zijn, hè, laten we wel zijn, wij zijn ook natuur, jij en ik, dat het voor ons gewoon helemaal niet meer houdbaar wordt om hier te bestaan. Ja, en uiteindelijk, wat krijg je dan? Ik weet niet wat je dan krijgt, maar uiteindelijk denk ik dat de natuur wint. Ja. Dus we hoeven de planeet niet te redden. We moeten uiteindelijk onszelf redden. En daarvoor dan zorgen dat we echt niks meer laten uitsterven. Dat in die zin wel. Weet je, natuurlijk, we zijn op weg om het voor onszelf onmogelijk te maken om hier te zijn. Dat is inderdaad waar, denk ik. Maar in het proces moeten we dus ook zorgen dat er niet nog veel meer verdwijnt. Dat is, vind ik, ook altijd best wel confronterend. Kijk, wij kunnen nog geen graspriet maken natuurlijk als mensen. Echt helemaal niks. Het verdwijnt weer onder de grond. Het komt weer op. Het verdwijnt weer op. Het is waanzinnig. Ja. Die verschijningsvormen, die kleuren, alles. Mm-mm. Ja, we zouden daar... Ja, nee. Je moet eigenlijk alles doen om ervoor te zorgen dat dit blijft. Ja. Want het is magisch. Ja, dat is het ook. Mm. Jij kan... dieren uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Want we kunnen nog geen graspriet laten groeien, zeg je, maar dat kan jij wel. Nou, ik kan dieren opzetten, maar dat gaat ook niet heel veel verder dan vogeltjes. Ik kan vogeltjes opzetten. Ik heb ooit cursussen taxidermie gevolgd. En waarom? Inmiddels, omdat ik dat een waanzinnig proces vind. Mooi een vogel kunnen opzetten, een dier kunnen opzetten, ja, dat vind ik een... schitterend. Er zijn mensen die dat 100 keer beter kunnen dan ik. Er zijn hele kampioenschappen voor. Maar een dood vogeltje wat net tegen je raam is gevlogen... en wat echt niet meer leeft... je moet het natuurlijk als het tegen je raam vliegt... moet je het altijd even laten liggen. Want het kan ook gewoon even een hersenschudding hebben... of even bewusteloos zijn. Maar als het na een paar uur echt nog niet leeft... je legt het in je vriezer en je brengt het naar een taxidermist... of naar mij... En je maakt een sneetje in de beestse borstkast. En je haalt hem uit elkaar. Je vult hem weer. Je maakt hem schoon. Dan komt zo'n dood vogeltje weer helemaal tot leven. Ja, dat vind ik een magisch proces. En dat is een hobby geworden. Waar ik de laatste tijd weinig aan toe kom met de kinderen. Maar ik heb daar een diepe liefde voor. Ik vind het schitterend. Ja, het is ook een heel mindful klusje. Want je kan echt niks anders doen behalve naar dat... vogeltje kijken en het ontleden. Maar dan zie je ook, terwijl je dat aan het doen bent... er zit geen veer te veel aan zo'n vogel. Weet je wel? Als je een ijsvogel onder je handen hebt... die kleuren, de manier waarop zijn vleugels in elkaar zitten... dat korte staartje, die snavel waarmee die duikvlucht kan maken... het water in, waarmee die een vis kan pakken. Ja, het is waanzinnig. Ja, ik vind dat geweldig om te doen. Het is ook geweldig om naar je te kijken terwijl je het uitlegt. Ja. Ja. Ja, ik vind dat echt, beeldschoon. Als je het goed doet en je zet zo'n ijsvogeltje neer of zo'n rood borstje en je kijkt ernaar en je loopt voorbij, dan zou je kunnen denken dat hij weer tot leven is gekomen. Ja, het is een waanzinnig proces, vind ik. Wat was het moment dat jij dacht, ik ga dit leren? Ja, ik heb er altijd wel een fascinatie voor gehad. Mijn oma had een opgezette paradijsvogel in haar huis staan. En het geeft je ook, kijk, een opgezette vogel geeft je ook de mogelijkheid om echt een vogel van heel dichtbij te bestuderen. Dat is natuurlijk ook, kijk, als ik wel eens in mijn achtertuin zit te kijken, dan heb ik dan een mazzel dat er af en toe een grote bonte specht op een boom belandt. Of een pimpelmees of een koolmees, daar kan ik ook al heel lang naar kijken. Maar die zie je toch altijd van ver af. En als je naar een opgezette vogel kijkt, dan kan je van heel dichtbij komen. En dan kan je al die veren bestuderen en die structuren en die tekeningen. En weet je, ook geen veer is hetzelfde. Dat zie je ook als je een vogel van dichtbij kijkt. Er zitten unieke patronen in.
Ik weet niet exact meer wat het moment was dat ik daardoor aangeraakt was. Maar ik heb wel altijd een fascinatie gehad voor... Ja, toch ook voor, dode dieren. Voor botjes nam ik ook altijd mee naar huis. En muizenschedeltjes en schedeltjes. En, ja, ik weet niet. Het zat er al in van jongs af aan, denk ik, toch ook een beetje. Het is niet één specifiek moment dat het me echt heeft aangeraakt. Maar op een gegeven moment wilde ik het zelf kunnen. En toen ben ik een cursus gaan doen. En het is dus ook niet luguber voor jou, bijvoorbeeld? Nee, ik vind het totaal niet luguber. Nee, net zoals dat ik dood bij het leven vind horen. Nee, vind ik het niet luguber om een vogel een tweede leven te geven. Nee, ik vind het totaal niet luguber. Nee. Het is allemaal vlees en bloed, zoals wij vlees en bloed zijn. Het is niet... Nee, ik vind het ook niet... Sommige mensen vinden het vies. Die zeggen dan, het is smerig. Denk ik, nou ja, smerig. Een beetje vies wordt het op een gegeven moment wel als je het scheeltje van het vogeltje moet doen. Want dan moet je wel de hersenen eruit halen. Maar die zijn wel bij vogeltjes heel klein. Dus op zich... Nou ja, en dat helpt is wel ook vies trouwens, Monique. Dat is wel vies, moet ik gewoon wel eerlijk over zijn. Dat is wel een beetje vies, maar het is heel weinig. Ja. En, maar daarna wordt hij weer heel mooi. Ik vind het mooi ook hoe je het taboe bijna over wat dood en leven is... er wat van afhaalt op die manier. Want we willen daar vaak gewoon natuurlijk niet geconfronteerd mee worden. Met dat het doodgaat en het, door het tot leven te wekken op die manier... en er dus veel gedetailleerder naar te kunnen kijken... kun je er ook meer respect voor krijgen. Ja, door iets van zo dichtbij te kunnen bekijken en bestuderen. Ja, dat denk ik ook. En ik vind dood ook helemaal niet... Dat is de enige zekerheid van ons leven, van ieder leven, van ieder dierenleven. Ook ons mensendierenleven. Niet bang voor? Oh, nee. Ik voor de dood? Nee, ik zou het nu heel erg... zou het nu heel vervelend vinden voor... mijn moeder, die nog leeft, en voor mijn zussen en voor mijn kindje en zo. En voor mijn vriend zou ik het heel erg vinden, maar zelf ben ik daar niet dood voor. Niet dood. Ben ik daar niet bang voor? Nee, ben ik helemaal niet bang voor. Nee, het is heel jammer zou het zijn. Heel jammer, toch? Ja, het zou vooral heel jammer zijn. Zo verschrikkelijk jammer vinden, ja. Ja, ik zou het ook heel jammer vinden. Maar het maakt ook het leven op aarde dus des te waardevoller. Omdat je zo weet dat het maar één keer is. Ja, als we nog 100 keer zouden kunnen terugkomen, dan zou, dan zou je hier verveeld rondlopen, bij wijze van spreken. Ben jij je daar acuut bewust van? Is dat iets wat je met je meedraagt? Ja, ik ben me er heel terdege van doordrongen dat het allemaal maar één keer is. Het is hier en nu. Ja. Ik heb een hele goede vriend die zegt altijd, de hemel, ja, dat is hier. Dat moet hier zijn, kijk om je heen. Ja. Dit is de hemel. Er is helemaal niks hierna. Het is omgekeerd. En dan denk ik, ja, hij heeft gelijk. Ja. Het is ook de hemel. Kijk om je heen, wat een schoonheid allemaal. Ja. Ik zou dat heel graag vaker bewust voelen. Ja, maar met je kan ook niet de hele dag rondlopen. Nee. Zoals als je in de hemel rondloopt. Het is ook heel vervelend om zo iemand te treffen... die alleen maar dan de hele dag zo blij en dankbaar is. Ja. Dat is natuurlijk ook... Maar je moet dat wel... Je moet het wel beseffen. Dit is wel iets wat ik vaker wil. Ja. In mijn leven. Ja? Ja. Ja. Ja, je kan niet te veel bezig met, nou ja. Ja, maar Marieke, iedereen moet ook soms gewoon de dag doorkomen. Ik ben ook wel eens bezig met gewoon de dag doorkomen. Ja. Je denkt, nou, zeker. Ik hoop dat die voorbij is. Heb jij een duurzaam duiveltje, als we het dan over de hemel hebben? Is er iets waar je voor schaamt of iets wat op je schouder zit? Iets waar je misschien erg zorgen over maakt? Waar ik me voor schaam... Omdat ik dus af en toe dode dieren geef aan mijn kinderen. Marieke is wel echt een duurzaam duiveltje. Want daar schaam ik me echt voor. Dat hoeft ook niet meer. Dat ga ik ook echt anders doen. Ik ga hierna ook... Ik moet ook met bonen leren koken. Dat dacht ik laatst ook nog. Toen dacht ik in één keer... Ik was bij het Wereld Natuur Fonds bij een lezing. En toen ging het over lupine. Ja. En toen dacht ik... ja, lupine. Ik moet natuurlijk dit ook is gewoon... Het. Dit is het. Lupineburgers. Ik moet gewoon lupine. Waarom? Ik moet gewoon leren koken met lupine. Dus, en met bonen, ja. Zullen we in de show notes een paar hele goede kookboeken neerzetten? Ja. Op dit gebied. Is dat niet ook ik heb er wel idee? Een paar van die vegan kookboeken. Of vegan zelfs. Ja. Ja. Want het is niet zo dat de zuivelindustrie nou zo heel veel anders is dan de... Zal ik het nog erg... Ja, maak het nog maar erger. Ja. Havermelk zit ik ook wel aan. Ja, maar goed. Je kunt dan, als je toch stappen gaat zetten...
En ga dan richting plantaardig, zou ik zeggen. Ja. Je hoeft niet alles helemaal in één keer te doen. Maar ook daar is natuurlijk, zeker als je met bonen gaat koken, is er heel veel wat het ontzettend lekker maakt. Ja, we zetten wat lekkere tips in de show notes. Ja, een paar goede gerechten met bonen. En dan met name, Marieke, met lupine. Ja, nou prima. Ik denk ook, luisteraars, stuur je lekkerste recept in. Ja, zeker als je iets met lupine hebt. Dan ben ik zeker met lupine. Ja, Merel helemaal mee. Ja. Maar ik vind ook hele lekkere recepten met bonen of andere plantaardige vervangers al hartstikke fijn. Dus stuur ze naar goedepodcast@gmail.com of naar mij op Instagram. Dan stuur ik ze door naar Merel. Ja, wie weet wat voor heerlijke dingen je krijgt. Red Merel hiervan. Ja, red mij hiervan. Dat is heel goed, ja. Het doet me denken aan een vraag die ik voor je heb gekregen, omdat we ook altijd aan gasten in de podcast vragen om iets door te geven wat ze graag willen weten van iemand anders die hier ook langskomt. Dus jij hebt een vraag gekregen van presentator Sofia Duisker. Oké. Nou, aangezien ik zelf zo met de billen bloot ben gegaan in deze aflevering, ben ik ook wel benieuwd wat Merel's grootste duurzame blunder is. Dat zou ik wel eens willen weten. Nou, er is wel iets waarvan ik achteraf dacht, shit, weet je wel. Ik heb dus een oud huis gekocht. En dat hebben we helemaal verbouwd het afgelopen jaar. Dat was echt een enorm project. Daar ben ik heel blij mee. En dat hebben we ook helemaal geïsoleerd en zo. Nou, hartstikke goed. Lekker bezig. Toen hadden we een aanbouw ook gemaakt. En toen werd die bak gestort. En toen kwamen er al van die piepschuimen, balkenbroodjes noemen ze dat dan. Dat is een soort laag tussen het beton en de aarde. En dat heet dan balkenbroodjes. Balkenbroodjes, ja, die aannemerstaal. Dus natuurlijk ook, ik ben er ook helemaal niet tussen. Maar er waren balkenbroodjes. Ik had me helemaal niet echt gerealiseerd wat dat dan was. Maar dat is allemaal piepschuim. En dat piepschuim zit dus zo tussen die, aan de zijkanten, aan de onderkant van het beton, aan de zijkant van het huis. Toen dacht ik, zit allemaal. En toen lag het er allemaal. Toen dacht ik, zit hier allemaal piepschuim om mijn huis heen. Dus je bent aan de ene kant weer aan allemaal te isoleren, omdat je denkt, het is goed. En je doet je best. En dan heb ik nu allemaal piepschuim om die fundering, die aanbouw heen. Toen dacht ik, ja, piepschuim is natuurlijk echt bende. Ja, dat is wel echt bende. En het zit gewoon in de grond nu, daar, in die grond. Hopen dat het in elkaar blijft zitten, ook niet los gaat. Ja, toen dacht ik weer, shit, ja, dat heb ik me helemaal dan niet echt afgevraagd of niet gerealiseerd. Ze hebben het je ook niet verteld dat ze dat met piepschuim gingen doen. Of ze hebben daar een heel ander mooi woord misschien. Nou, balkenbroodjes. Ja, maar ik kan natuurlijk moeten vragen, wat is dat dan precies? Ja, dan doen we die balkenbroodjes en dan wordt iets meteen geïsoleerd. Dus ik dacht gewoon, dus dan isolatie. Prima, maar ik had natuurlijk eigenlijk daar, nu het er ligt, denk ik echt, shit, dat vind ik wel echt een beetje jammer. Is het een goede duurzame blunder? Ik kan misschien nog wel eentje bedenken. Ik weet wel zeker dat ik er nog wel een paar kan bedenken. Ja, dus dat vind ik wel een blunder. Ja, balen er ook wel een beetje. Ja, dat snap ik. Laten we dan de andere kant op afsluiten met een duurzame droom. Iets wat je wel heel graag wil, of waar je misschien heel trots op bent, of waarvan je juist meer gaat doen in de toekomst. Waar het heen gaat, wat jou betreft. Nou, wat ik bijvoorbeeld mezelf ook echt heb voorgenomen. Ik ben dol op tuincentra. Ik kan me echt eigenlijk niet gelukkiger maken dan of het nou kerst is en dan zo'n tuincentrum in. En dan met al die kerstbomen nog niet dingen. En zo. Ik vind het zalig om allemaal naar te kijken. Maar ook gewoon door een tuincentrum lopen, overal plantjes dingen. Maar tuincentra zijn natuurlijk verschrikkelijk, eigenlijk. Qua plofkip manier om planten te groeien. Exact, en om ze goed te houden. Ja. En als ze allemaal groeivertragers krijgen. Ja. Of juist heel erg moeten bloeien om er fantastisch uit te zien. En met veel chemicaliën worden geteeld vaak. Exact, en heel veel pesticiden. En ik vind het ook echt, als ik een tuincentrum inloop en ik zie dat ze nog Roundup verkopen. Oh, dat vind ik zo erg. Dood alles, dat vind ik. En het is weer toegestaan ook voor de komende 10 jaar in Europa. Hoe kan het? Helemaal niks van. Nee. Begrijp ik echt helemaal niets van. Vind ik ook echt een misdaad. Is het. Dus dat vind ik echt afschuwelijk. Maar dat is wel biologische tuin. Kijk, ik heb ooit zo'n droom dat ik ooit nog eens een biologisch tuincentrum wil beginnen. Maar ik zoek dus altijd wel plekken op waar je dus
biologische plantjes kan kopen. Want ik hou van plantjes kopen en ik wil dingen groeien en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar dan kom ik hier weer de hortus binnen. Dat kan dus hier ook, ja. Zag ik ze. Ja, geweldig. Daar moet ik ook meer naartoe. Maar je hebt dus steeds meer plekken waarop dat kan. Weet je wel. En ik heb laatst bij Sprinkler, heet het, geloof ik, ja. Heb ik zo'n haag besteld. Zo'n tiny Tof. Haag. Ja. En dan ga ik van die aarde bestellen. En dan denk ik, ja, dit is echt fantastisch. Dit moet ik nog veel meer doen, opzoeken. En misschien ook ooit zelf wel starten of zo. Te gek. Ja, dat vind ik echt... daar word ik heel blij van. Ik heb ook een andere droom. Het allerliefst zou ik ook nog een hele grote bak in mijn tuin willen graven... waar ik dan regenwater in opvang. En dat ik met dat regenwater, dat zo mijn huis in komt... en dat ik daarmee dan de wc kan doorspoelen. Dat is ook een droom. Maar dat kost ook, dat vind ik allemaal zo jammer... dat kost ook allemaal best wel veel geld. Ja, het moet groter worden. Dat we sowieso überhaupt ons toilet doorspoelen met drinkwater... Ja, is waanzin. Ja. Is waanzin. Wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee, maar het alternatief is er nog even niet. Maar ik hoop wel dat ik dat allemaal nog ga meemaken. Ja, ik ook. En dat heb ik ook nog wel, dat ik denk... als het gaat om duurzame dromen, dan denk ik echt... Ja, dat regenwater opvangen en dan gebruiken in mijn eigen huishouden. Een regenton alleen al, als je het kan hebben, ja. Is al gewoon heel tof. Ja. Om daar de planten mee water te geven en zo. Maar ja, dit echt grootschalig moeten we meteen doen, zou je zeggen. Echt meteen. Ja, moeten we echt meteen doen. Ja. Ja, helemaal mee eens. Tof hoor, ik wil wel in deze wereld met jou. Ja, er kan nog zoveel moois komen. Zeker. En dat komt zeker. Ook allemaal, dat weet ik ook wel. Ik ben daar best wel hoopvol in ook. Ja. Helemaal niet zo doemdenkerig. Ik denk, het komt wel. We zijn met zoveel slimme mensen op de wereld. Dat moet er goed komen. Een van die slimme mensen is mijn volgende gast. Ja, die is fantastisch. Het is acteur en presentator Jennifer Hofman. Ja. Heb je een vraag voor haar? Ja, Jennifer is natuurlijk echt fantastisch goed al bezig op het gebied van duurzaamheid. Ze is echt een voorbeeld. Ik volg haar op Instagram en ik neem ook echt wat tips van haar over en zo. En kledingmerken die zij dan, ik denk, wat goed. Maar ik ben wel benieuwd hoe zij dat heeft gedaan met haar kleine op het gebied van... Ja, toch maar even praktisch hoor. Gewoon echt even... De luiers en de flessen en het plastic speelgoed. En hoe bewust ze daarmee bezig is geweest en of dat goed is gelukt. De duurzame keuzes die ze heeft gemaakt voor haar kindje. Ja. 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 Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik ga het er vragen. Dus als je het antwoord wil weten, luister de aflevering met Jennifer. En of ze hem wel een stiekem aan voor zich heeft. Nee, dat wil ik niet weten. Nee, we stoppen met mij om die worstje. We zijn aan het eind gekomen. Is er iets, misschien zijn het de worstjes, wat je meeneemt van dit gesprek? Of wat je eventueel nog wil meegeven? Nou, wat ik meeneem van dit gesprek is wat ik ervan meeneem... Ja, weet je wat het is, Marieke? Kijk, ik weet je wat ze... Dat is het echt. Ik weet het allemaal. En dat maakt ook dat ik me zo vaak zo stom voel als het me niet lukt. Of als het me als ik het uit gemakzucht even negeer of zo. Omdat dat wat voorhanden is in een supermarkt soms zo makkelijk is. Of omdat een pak Pampers makkelijker gekocht is dan dat ik wasbare luiers zou doen, weet je wel. En ik weet het allemaal en toch kies ik soms voor die makkelijke weg. En dat vind ik dan toch weer goed door met jou te praten ook. Dat ik denk, het kan ook makkelijk zijn om andere keuzes te maken. Je moet gewoon toch net iets strenger zijn op jezelf. Is dat het? Strenger, weet ik niet. Avontuurlijker? Avontuurlijker. Misschien? Dit is wel goed. Ja, avontuurlijker. Je moet het helemaal niet zien als... nee. Gewoon nieuwe dingen ervaren. En dan blijken die misschien nog wel leuker of lekkerder. Of op zijn minst net zo te zijn. In ieder geval een beter gevoel te geven. Nou, exact. Als je er dus niet zo fijn bij voelt, dan denk ik... misschien is het dan wel het moment om... op avontuur te gaan. Hoog tijd om nog meer op zoek te gaan. Ja. Naar dat. Nou, laat ik dan zo zeggen, dan neem ik van dit gesprek mee... dat ik vaker op zoek moet naar dat al die dingen... die me al een goed gevoel geven van de duurzame keuzes die ik maak. En dat ik verder en verder weg moet bij alle dingen... die me tot op heden vaak schaamte geven. Of waarvan ik vind dat het eigenlijk een don't is... terwijl ik het nog wel eens doe. Dat neem ik mee van dit gesprek. Heel veel plezier daarmee. En ik heb jou nu als een soort, duurzame mascotte zo nu in mijn achterhoofd na dit gesprek. Heerlijk. Nog meer. Dus ik ga vaker aan je denken. Dank in mijn dagelijkse keuzes. Dat vind ik heel tof. Je kan me ook altijd vragen stellen of een berichtje sturen. Of, afgesproken. Ja, zeker. Afgesproken. Dankjewel. Jij dankjewel. Heel veel dank. Voor dit leuke gesprek.
Sowieso voor wie je bent en wat je doet ook. Want juist door dit soort gesprekken te voeren en door er op deze manier mee bezig te zijn, denk ik dat er veel mensen zijn die denken, ja, ik voel zoals Merel. Die ook een beetje worstelen. Ja, ja, dus dat is juist heel goed. Wat is de beste plek om jou te volgen als mensen nu denken, geef mij meer Merel? Als je dat echt... Nee, ik heb wel een Instagram-account, maar ik ben dus heel slecht met social media. Dus ik doe er weinig soms op, maar ik nee, kom lekker op Instagram. Of te kijken wat voor gekke posts ik... Dat zal ik ook in de show notes zetten. De gekke posts van Merel vind je hier. Misschien dan ook wel eentje over deze podcast. Dit was hem. Ja, dat ga ik sowieso doen. Lief. Dit is een goede podcast voor een duurzamer leven voor deze week. Vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam. Een prachtige plek waar de kracht van planten echt gevierd wordt. En je midden in de stad kan voelen wat groen met je doet. Ook. Daar zou ik met jou ook nog veel meer over willen praten. Want dat is iets wat jij volgens mij ook echt heel erg beleeft. Hè? Ja, je hoeft hier maar te zitten. Je voelt het. En het is wetenschappelijk bewezen. Ja, hoe meer groen je tegenkomt op weg naar je werk. Hoe lekker je er zit en hoe blij je je voelt. Het is gewoon zo. Tot de volgende goede podcast. Je helpt me enorm door wat sterren achter te laten. Of een review. Waar je ook kijkt of luistert. Of je te abonneren. Ik vind dat best lastig om dat te vragen. Maar... nou ja, we weten dat het werkt. Daardoor bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen met gesprekken over duurzamer leven. Gewoon hop, 5 sterren. Hartstikke leuk. Een leuke Dankjewel. Podcast. Wil je iets vragen? Heb je een idee? Fijne feedback? Stuur me een mailtje op goedepodcast@gmail.com of vind me op ook op Instagram @MariekeIJskoot. Heel veel dank voor het luisteren en wat je allemaal doet voor een betere wereld. Deze podcast werd gemaakt door Max van Nieveld. Hij deed alle techniek, het geluid, het beeld. Nou ja, alles eigenlijk wat we nodig hebben om dit te doen. Ruud Hermans gaf ons heel fijn audioadvies. Edmee Korstra werkte aan de gave muziek en heel veel andere dingen. Barbara van Amersfoort en Willeke de Vlierhaar zijn de helden van de Hortus die dit mede mogelijk maken. En ik deed de redactie, productie en presentatie. Dankjewel, Merel.